Hey en welkom opnieuw bij Een Nachtje Doen. We zijn er dit jaar heel vroeg bij. Het is ergens halfweg januari. Ik ben zo net aangekomen, direct na het werk. Ondertussen omgetoverd naar Karpervisser. En ja, zoals ik al zei, half januari, dat betekent dat we waarschijnlijk wel op een blank gaan afsteken. Maar er is hoop. Ik heb dit jaar al enkele vis gevangen. En ook dit keer heb ik weer, hoop ik toch, voor een bijzondere locatie gekozen. Jullie zien het hier al achter mij. We zitten in de Ardennen. En hier vlak naast die rotswand loopt er een heel oud en pittoresk kanaaltje. En de bedoeling is om daar de komende nacht en morgen voor een stuk van de dag heel mobiel te gaan vissen. Dus het eerste wat we nu gaan doen is, ik heb hem al bij, de Polaroid. Is de Polaroid op en kijken of dat we niks van leven kunnen speuren. Dat moet een kooi zijn of iets. Zelfs nu met een Polaroid bril op, het licht is niet zo fantastisch. Het water is redelijk helder, maar terwijl ik hier nu zat te spreken, zwemden hier onder mijn voeten twee vissen. Eén vermoed ik een kooi, een heel bleke, tachtige vis. En ik heb net ook een grijze spiegel hier stilletjes voorbij zien glijden. Dus hier zeker al, ja, ik zie ze nu alle twee en een derde. Dus nu zeker hier al drie vissen vlak voor mijn voeten. Maar als ik goed rondkijk, hier liggen er takken in het water. Hier ligt er een boom in het water. Dus een zone die van hier niet echt te bevissen is. Maar misschien het beste dat we kunnen doen is alleszins hier in de buurt hengels te droppen en te hopen dat ze dan in de donkere uurtjes een schuilplaats gaan verlaten. Want dat is weer wel duidelijk. Een schuilplaats, zoals je ziet, dan hier direct drie, vier vissen liggen. De vis is gevonden. Moeten we maar één ding hopen, is dat ze uit een hol willen komen gezwommen en iets eten. Ja, de motivatie is natuurlijk groot. Als je die vissen hebt zien zwemmen, ik heb nadat we het materiaal hier afgeladen hebben, direct mijn twee hengels naar die obstakelstek gegooid, de lijnen geklipt. Straks doe ik er nog een markertje aan. Nu ben ik een paar rigs aan het knopen. En ik vertelde net tegen Hugo dat ik deze winter nog een beetje zitten zoeken heb naar de optimale balans om die 12 mm pop-upjes, terwijl ik er hierin heb, perfect als wafter te vissen. Dus namelijk zo, iedere pop-up verliest een beetje aan drijfkracht en ja, die moet net op de haak staan. En dat evenwicht is natuurlijk heel subtiel, dus bij een nachtje vissen kan het zijn dat die ietsje doorzakt en dan vrees ik voor een iets minder goede inhaking, want ik wil echt dat die haak op zijn punt blijft staan. En daarom gebruik ik die tungsten hoeklingsinkers. Ik schuif er zo eentje op de lijn. En die schuif ik dan heel dicht bij de haak. Dus dat ietsje te veel drijfkracht dat je hebt bij het uitbalanceren van je pop-up, dat vang je op die manier op. En als je dan in de loop van de nacht toch wat water opneemt, dan zinkt die gewoon op het puntje van zijn haak. Het is een heel klein detail en misschien maakt het helemaal niets uit, maar in mijn hoofd brengt het alleszins een heel veel geruststelling dat ik constant 100% optimaal aan het vissen ben. Want als ik een vis haak, dan wil ik die natuurlijk landen, zeker nu. Ik vis al een heel aantal winters, gewoon door januari, februari en zo. En uit ervaring weet ik nu, ik hoef zelfs de temperatuur niet te meten, de watertemperatuur gaat ongeveer een 5 à 6 graden zijn. Dat wil zeggen, ik heb gezien, die vissen zijn nog een klein beetje actief, maar hun vertering werkt niet echt goed. Dus voeren moet er helemaal niet aan te pas komen. Maar omdat ik meer wil doen, iets meer attractie geven dan gewoon in fluo pop-up 's nachts, werk ik heel graag met kleine PVA-zakjes. En met klein bedoel ik echt wel een diameter. En dat is hier het middenformaat van de koudwater PVA. Klein bedoel ik een diameter van ongeveer een 22 mm boilie. Dus ik ga mijn twee hengels op een verschillende manier vissen. Hier dus die 12 mm pop-up die ik wafter vis.
En aan de andere hengel twee plastic maïskorrels die ik met een tiental losse korrels ook zo in een PVA-netje en wat zout ga presenteren. Voor de pellets heb ik hier gekozen voor die krill backmix van Sissimoor. En om die nog extra attractief te maken, je ziet het hier misschien, doe ik daar ongeveer op die hoeveelheid, zo'n aasbakje. Ik denk dat er hier een 200-300 gram kleine pellets in zitten. Dan doe ik daar nog twee soeplepels fietsenmix P en in dit geval die tuna amino. En door die pellets heel lichtjes vocht te maken, zorg ik ervoor dat de droge bestanddelen, de droge attractors die ik er nog bijvoeg, dat die lichtjes kleven, maar dat die ook voor een verticale tractie gaan zorgen. Dus wat heb ik hier gedaan? Die vloeistof goed door de pellets heen geroerd. En dan heb ik er hier in dit geval nog een soeplepel krilpoeder en een soeplepel van het nieuwe crayfish meal bijgevoegd. Dat zijn de iets ruwere bestanddelen. En ik heb zo'n vermoeden dat die mooi verticaal gaan opstijgen straks. Dus heel klein beetje, je ziet, voor een heel klein zakje te maken, als je dat laat openliggen en je gaat het ook in het water zien, dat dat toch al een best een forse hap is. Maar meer heb je ook niet nodig. En de vissen gaan niet massaal aan azen gaan. Het enige dat je moet doen is vis lokaliseren en ervoor zorgen dat ze met die ene hap jouw haak binnenkrijgen. En ik denk dat je wintervissen niet veel moeilijker moet maken. Dat meende niet! Wat? Ik zit in die boom! Echt jongen! Ging vloek van de camera. Bingo! Dat was echt zo net. Dat is echt nog zo net, man. Naar jaarlijks goede gewoonte trappen we het seizoen af met van die heerlijke speklapjes van nergens minder dan de Albert Heijn natuurlijk. Die Nederlanders weten echt niet wat lekker vlees is. Eventjes hectiek hier op de stek, maar een wijfelende aanbeet. Maar ja, wie op zulke vis moet je er toch snel bij zijn. En kijk, we zien hem hier al hangen. Alweer een braadstof. Ik moet zeggen, ik heb dit jaar al een paar karpers gevangen. Maar ik heb al kruiwagens vol braadstof gevangen. Het is echt een topwinter voor braadstof dit jaar. Hier moet je als karpervisser toch wel blij van worden. Check die rug. Hè. Mooi toch? We laten hem zwemmen. Chris. Ik film nu op mijn telefoon, want het regent echt veel te hard. Maar vertel, wat gebeurt er? Oh, we zitten hier zelf te keuvelen, Hugo en ik. Het is al laat in de avond, het regent pijpenstil. En ik kreeg plots een hele agressieve aanbeet. En ik vang gewoon de vissen in januari. Ik kan me al voorbereiden op een blank. Maar is een karper? Ja, het is een karper. Het is een karper. De max. Dat is echt de max. Oh yeah. Alle stress weg. Yes. En je zal het schep is klaar. Goeie nieuws is, we hebben dus een vis in de sling. Dat is op zich al fantastisch. Het slechte nieuws is dat het vannacht beginnen hard regenen is. En het is sedert 10 nog niet gestopt. Dus de cameraman heeft dus alle kansen gehad om lui in zijn bedje te liggen. Maar met die regen is het echt heel moeilijk om iets deftigs te filmen. Ik ga nog snel de hengels herpositioneren. Dus ik heb geen aanbeet meer gehad. Met de bedoeling om nog iets dichter tegen het obstakel te gaan. We zitten hier pal op de hengels. Ik denk dat we hier ongeveer nog een uurtje gaan vissen. We gaan de vis tonen ondertussen, ons materiaal opruimen. En hopelijk kunnen we in dat uurtje nog een aanbied krijgen. Ik heb dat vannacht niet willen doen, omdat we, meteen dat je uit je slaapzak bent, het is beter bij het obstakel vissen dat je echt heel pal op je hengels kan zitten. En dat is nu het geval. Dus, wat doen we nu eerst?
tussen de regendruppels door die vis tonen. Ik vind het een prachtig beschubt spiegeltje. Dus benieuwd om hem nog eens op klaarlichte dag te zien. Zoals je ziet komt de zon zelfs eventjes door de wolken piepen ook bij het zien van deze vis. We hebben echt heel veel regen gehad de afgelopen nacht, een ijskoude regen. En we gaan deze vis nu snel terugzetten en ik zou graag vandaag nog een paar andere plekjes mobiel willen bevissen. Dus die gaat terug en hopelijk kunnen we nog iets meer tonen vandaag. Wat zeggen we nog? Ongelooflijk. Ja jongens, als Danny toont dat verkassen loont, we liggen misschien wel geteld vijf minuutjes verkast, half januari en we hebben een aanbeet. En nu hoor, als een opmerking, had er absoluut geen vertrouwen in. We hebben één probleem. We gingen net een stukje cake eten en het net zit nog niet in elkaar. Maar dat komt vast goed. Yes! Oké, ja, tussen de builen door kunnen we hem dan toch tonen. De vis die heel snel na het verkassen kwam en die me natuurlijk heel erg blij gemaakt heeft. Het is een oud beest, heeft een gigantische kop, maar zijn lichaam is duidelijk op de retour. Dus ooit waarschijnlijk een heel indrukwekkende vis geweest, maar nu is die heel erg magertjes. En is die al een beetje krom. Maar kijk, we gaan hem toch tonen. Hier is hij. Tweede vis van deze januari sessie. In tegenstelling tot de vis van vannacht die zomaar wat aanmodderde en die me deed twijfelen of dat het eigenlijk wel een karper of dat het toch een zeelt was, ging die echt wel helemaal in fight mode. Ik heb er best in de gieten erin gestevig moeten aan drillen. Die X4 hengeltjes. Die 10-voeters die gaan er zalig krom op natuurlijk, ideaal voor zulke wateren. En ja, ondanks zijn leeftijd, toch best nog een goede vechtersbaas hier. Oeh, de andere vis is net gefotografeerd en een beetje tot bij het ongeloof. Ik had de hengel teruggelegd. Ik dacht van ja, als ze hier zo geconcentreerd liggen, zijn ze wel verstoord. Ja, ik denk dat we een kwartier later zijn en opnieuw een run op diezelfde hengel. Echt wel zalig dit. Echt wel zalig. We hadden niks verwacht. We zouden heel blij geweest zijn met één vis. En ik denk dat het ook een van de weinige keren is in ons nachtje doen dat we gewoon drie vissen kunnen vangen. Ja, de lijn die op de spoel ligt is in feite een combinatie die ik heel veel gebruik in de winter. En dat is die submerged gevlochten lijn, maar in heldere omstandigheden doe ik daar graag een metertje of 8, 20 pond fluocarbon op, als voorslag. Dan heb je toch de directe beetindicatie van die gevlochten lijn. Oh. Ah. Ja. Dat is altijd goede televisie, hè. Die teleurstelling en ik zit nog in mijn andere draad ook. Maar ik vond al dat ik veel te veel geluk had vandaag. En ik heb hem gezien. Het was een klein zwart schubje. Het zag er een mooi visje uit. Een leuk visje om nog te tonen, maar
Ja, kijk. Moeilijk momentje toch. Ja, intussen is het weer al vrolijk aan het regenen. Hugo moet helaas vertrekken, heeft nog een opdracht te doen. Hij wil de file te snel af zijn. Ik ga nog een beetje doorvissen. Ik ga waarschijnlijk ook nog een andere stek bevissen. Dus mocht er nog iets komen, dan probeer ik zelf wel nog iets te filmen. Alleszins, dat is de vis die voor mij de sessie wel gemaakt heeft. Die tweede beet die heel snel kwam. En we gaan hem hier in het heldere water terug zijn vrijheid geven. Heeft er zin in. Hoppa. Ik wil jullie alweer hartelijk bedanken voor het kijken. Dankzij jullie steun kunnen we die nachtseizoen gewoon ook dit jaar verder doen. Vergeet jullie niet te abonneren op het Nederlands Fox YouTube kanaal. En ik zie jullie graag de volgende keer. Ciao.